Goedemiddag. Het plan om de hypotheekregels te veranderen lijkt kansloos. Het Financieel Stabiliteitscomité dat de overheid adviseert, stelt voor om het maximaal te lenen hypotheekbedrag te verlagen naar 90% van de waarde van het huis. Nu is die limiet nog 103%. Maar de Tweede Kamer, de banken, de Vereniging Eigen Huis en het CPB zijn allemaal tegen. Thijs Reuske van de DFT-redactie vertelt wat er zou gebeuren als het toch doorgaat. Dat betekent flink sparen, al gauw 20.000 euro. Dan heb je een verbouwing of een keuken heb je nog niet eens gefinancierd. Dus misschien moet je wel 30.000 euro sparen voordat je aan een huis kan beginnen. Maar heel gek is het ook weer niet, want in het buitenland moet je vaak al 20% van je woningwaarde zelf betalen. Omdat de bank graag wil dat je ook, ook zelf een beetje meebetaalt. Er zit wel een goede bedoeling achter, want als er weer een nieuwe huizencrisis komt, dan heb je niet zo gauw dat het huis minder waard is dan de waarde van je hypotheek. Op dit moment staan nog steeds bijna 1 miljoen huizen onder water van mensen die heel erg veel hebben geleend. En die mensen kunnen niet verhuizen als ze opeens ergens anders werk krijgen inderdaad. Kort nieuws dan. Een 93-jarige oud-commandant van de SS wordt niet meer vervolgd. Hij zou in 1944 betrokken zijn geweest bij de dood van meer dan 500 Italianen in Toscane. Maar volgens justitie in Duitsland is hij dement en kan hij daarom niet meer terechtstaan. De tabaksindustrie maakt zich grote zorgen om de toename van het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land. Vorig jaar zijn er 3 ontmanteld, het jaar ervoor was het er nog maar 1. De stijging zou komen doordat de douane steeds meer vat krijgt op illegale peuken die vanuit het buitenland ons land binnenkomen. Dierenactivisten hebben vanmorgen actie gevoerd bij Duke Faunabeheer in Lelystad. Dat bedrijf vergast in opdracht van de overheid ganzen omdat de beesten enorme overlast veroorzaken. Activisten zijn fel tegen die vergassingsmethode. Elk levend wezen heeft recht op leven en welzijn. Vanaf 1 juni mogen er in Nederland tienduizenden ganzen vergast worden. Dat is bepaald in Den Haag en dat is goedgekeurd. En de meneer waar we nu bij voor de deur staan, die mag dat gaan uitvoeren. En wij willen een tegengeluid laten horen. Maar goed, deze ganzen die veroorzaken veel overlast bij boeren. Dus er moet toch wat gebeuren dan? Er moet absoluut wat gebeuren, maar wij denken dat er, en dat is ook een feit, er zijn veel meer diervriendelijke oplossingen. Dus kies dan voor een andere oplossing. Wij vinden dat je ganzen niet mag laten stikken. Er zijn een aantal alternatieven. Bijvoorbeeld inzaaien van een ander grassoort waar de ganzen geen trek in hebben. Want ze vinden de huidige gewassen heel erg lekker natuurlijk. Je kan ook denken aan een geluidssignaal. Hè. Je hebt tegenwoordig van die hele mooie apparaten. Dan straalt een bepaalde toon uit wat voor mensen niet te horen is. Maar die ganzen horen dat en die kiezen er dan voor om daar niet te landen. Onze volgende update is rond 1 uur of 3. Dan met Suzanne Lesquier. Tot dan, fijne middag verder.